U wordt welkom geheten bij het verkiezingsdebat over het buitenlandbeleid, georganiseerd natuurlijk door Instituut Klingendaal en het Nederlands Genootschap Internationale Zaken. Er is ook onderzoek gedaan door Maurice de Hond en de vragen die gesteld zijn aan het Nederlandse publiek zou ik ook zo graag aan u willen voorleggen. En die vragen gaan, ja, wat dan technisch heet, over de middelen van het buitenlandbeleid. En over die drie middelen zou ik ook graag aan u willen voorleggen. En de vraag is heel simpel. Vinden de Nederlandse kiezers dat daarop bezuinigd moet worden? Te ja of te nee? En ik stel u dezelfde vraag. Vindt u dat er bezuinigd moet worden? En dan begin ik bij het postennetwerk. Wie van u vindt dat er bezuinigd moet worden op het postennetwerk, zoals dat heet in het vak? Wie van u? Niet allemaal tegelijk. Niemand. Eén iemand. Oké. Volgens de peiling in het onderzoek 68% van de Nederlanders. Mag er, ja, dat u het op u in laat werken. Mag er wat u betreft bezuinigd worden op defensie? Wie van u? Mag er nog bezuinigd worden op defensie? 1, 2, 3, 4, 5, mannetje of 10. We zijn met z'n honderden, dus dat is 10%. Volgens de peiling 58%. Mag er wat u betreft bezuinigd worden op ontwikkelingssamenwerking? Wie van u kan er nog een beetje bezuinigd worden op meneer De Roon? Zegt ja, dat mag wel. Nou, mannetje op 25, dus dat is een kwart. Volgens het onderzoek 60%. Nou, dan hebben we een beetje een verhouding tussen de standpunten in de zaal en datgene van het gemiddelde Nederlandse publiek. Nederlanders maken steeds verdere en ook avontuurlijkere vakanties, maar willen wel graag hoog van die bergen in de Himalaya gehaald worden als ze daar met een gebroken been in de sneeuw liggen, weet je. Ja. Want de verschuiving die onder Roosendaal plaats gehad heeft van de missie die er was naar hoofdzakelijk economische diplomatie is wel ten koste gegaan voor de aandacht van mensenrechten. Mm-hmm. En dat betreurt mijn partij zeer. Ik krijg het gevoel dat als ik mij druk zou maken over nou, dit aspect van het buitenlands beleid en uw partijen gaan regeren, dat ik goed zit. Dat is een juiste samenvatting. Voor economische, dat er aandacht is voor mensenrechten, dat u posten gaat openen, alleen dat ik kleiner ga wonen. Dat is het enige. Als diplomaat, ja, maar daar is nog mevrouw Bonus, u moest kleiner wonen op een gegeven moment. Nou, die post heb ik bezocht, zeggen, daar was het niet een punt. Maar in Moskou Harry is mijn dinergast geweest. Juist, dat was eenvoudig maar voedzaam. Ja. Maar in Moskou kan er best nog een tandje vanaf. Okay. Sorry mevrouw Hashi, we hadden het toch net over mensenrechten. Bescherming van en bevordering van de internationale rechtsorde. Artikel 1 van de grondwet, dat staan we volledig achter. Dat hebben zij althans genoemd dat ze dat belangrijk vinden. Ja, dat weet ik. Maar er werd ook gezegd van het economisch belang, daar focussen we op. Terwijl ik vind, in de laatste twee jaar hebben we een hele korte tijd gezien dat de aandacht alleen maar het eigen belang, terwijl ik denk, we hebben het op zijn minst over wederzijds belang, dat eigenlijk gewoon heel schadelijk is geweest voor de Nederlandse positie. Maar ik kan me ook voorstellen dat je een deel van de afdracht die we nu aan Brussel brengen, dat we die kunnen investeren in posten. Nou, ik ga nu niet met centjes schuiven zonder overleg met mijn fractie, maar dat begrijp ik. Het komt er wel op neer. Dat we die posten vooralsnog nodig hebben. Dat begrijp ik, maar ik stel u de vraag ook omdat het zou kunnen zijn dat Israël ook sterk aandringt om daar in te grijpen. En uw partij is nogal pro-Israël, dus ik kan me voorstellen dat u dan overweegt om wel te helpen. Ja, we zijn wel pro-Israël, maar we zijn wel de partij die de Nederlandse belangen wil behartigen. En dat betekent dat we ook in die situatie dat Israël dat graag van ons vraagt, we uiteindelijk toch moeten gaan kijken en afwegen. Is het Nederlandse belang hiermee gediend? Reactie, dit zijn holle woorden van De Roon. Kijk, het is allemaal leuk. Het zegt NAVO hoeksteen van de samenleving. Dat is gezin hoeksteen van de samenleving. NAVO hoeksteen van de veiligheid. Die zit diep bij jullie, hè? Ja, hij zit er heel goed in. Hij zit er heel goed in. En met een norm die gelukkig vandaag het debat niet gedomineerd heeft, maar nog wel vaak aangevreven wordt. En dat is een afspraak tussen landen waar vier landen in de wereld zich aan houden. Nou ja, mm-hmm. We hebben deze week heel veel peilingen. Dat noem je dan geen norm, dat noem je de foutmarge. Ik hoorde heer Dijkhoff het een en ander vertellen en ook aangeven dat hij dat ook belangrijk vindt. Maar mijn vraag die dan rijst is waarom de VVD dan 3 miljard op ontwikkelingssamenwerking gaat bezuinigen. Want dat betekent per definitie dat Nederland op dat terrein niets meer kan doen. Ja, het is 2,7. Maar goed, dat is ook veel. Veel 10%. Precies. In 2015 wordt er opnieuw gesproken over voorwaarden. Wij vinden dat tot die tijd dat je de bestaande afspraken moet respecteren. Ja. Maar daarna is het wat ons betreft, om als een CDA-term te spreken, niet meer heilig dat het alleen maar gaat over die 0,7, maar dat het gaat over de effectiviteit. Ho, gaat meneer Knops nou daadwerkelijk de 0,7% ter discussie stellen? Ik stoor mij dus enorm aan de VVD die bij deze verkiezingen in één keer bedacht heeft dat het een liberaal principe is dat mensen zelf moeten kunnen kiezen of zij een bijdrage willen leveren aan het bestrijden van de armoede wereldwijd. Dat is een principe wat nu in één keer liberaal gehuldigd wordt ontdekt is. Het is de eerste keer dat ik hoor eigenlijk van de PVV dat er dus een morele verplichting is buiten de landsgrenzen. Is dat juist of niet?
Nou, ik weet niet of u dat eerder heeft gehoord, maar dat is natuurlijk niet nieuw. Nee, ik heb het niet eerder gehoord. Ik hoor het nu ik zeg u, van u uit uw mond. Ik zeg u dat ik dat vind en dat is niet nieuw. Okay. Ik ben er ook niet fan van om het helemaal te reduceren als de PVV wil. Dat je wel ieder jaar zandzakken stuurt naar overstromingsgebied, maar nooit dijken helpt bouwen. Ja, en dank u wel voor de aanwezigheid hier bij het debat. Namens het instituut Klingendaal natuurlijk en het Nederlands Genootschap Internationale Zaken. Ik vraag u één simpel ding. Dat is namelijk het bedanken van de politici achter mij. En hen met een applaus nog weer heel veel succes te wensen voor de rest van de campagne. APPLAUS